Mannen sinds dit seizoen fulltime Formule 1 commentator voor Viaplay. We spraken elkaar natuurlijk aan het begin van dit avontuur. Toen stonden jullie voor eigenlijk een groot zwart gat, want niemand wist wat komen zou. Hoe heeft dit in eerste instantie jullie leven veranderd nu één seizoen Formule 1? Wat mij betreft is echt alles anders geworden. Ik werkte voor meerdere zenders, voor RTL, voor ESPN en Eurosport. En ik werkte op heel veel verschillende sporten. En in één keer ben ik gaan specialiseren, weer terug naar mijn eigen sport, naar autosport. Dus wat dat betreft is het echt wel heel anders geworden voor mij. Veel reizen, maar uiteindelijk minder op zender. Dus een hele nieuwe ervaring. Ja, voor mij was het sowieso een cultuurshock waar ik zo over in terecht kwam. Simpelweg omdat wat ik hiervoor deed, ik deed instructie op circuits. Ik werkte als monteur voor raceteams en ik werkte als monteur aan trapliften. En in één keer kwam alles te vervallen. En ging ik inderdaad met Nelson op pad de hele wereld over om onder andere commentaar te doen van de Formule 1. En om wat items te maken op het circuit. En allemaal van dat soort mooie, bijzondere dingen, zeg maar. Als je kijkt naar jullie eerste race of jullie eerste sessie, dat was misschien nog de testdagen in Barcelona en in Bahrein. Allerlaatste Grand Prix was natuurlijk de Grand Prix van Abu Dhabi. Ontiegelijk veel sessies samen gedaan. Jullie zijn gegroeid, dat mag ook gezegd worden. Wat hebben jullie er allemaal misschien achter en voor de schermen aan gedaan om misschien nog beter op elkaar ingespeeld te raken, elkaar nog beter te leren kennen en aan te voelen? Nou, nog beter leren kennen is gewoon niet mogelijk. Wij hebben samen gewoond. We zijn al 15, 20 jaar beste vrienden, dus dat gaat niet. Ik denk dat we wel zijn achtergekomen hoeveel we uiteindelijk op elkaar lijken en wat we nodig hebben om een weekend heel prettig door te komen. Maar het verschil, denk ik, tussen de eerste en de laatste Grand Prix is groot, maar dat heeft vooral met comfort te maken. Gewoon het feit dat je in je rol groeit. We hebben een hele goede commentaarcoach. Maar gewoon het feit dat je je op je plek voelt op dat circuit en precies weet waar je overal moet zijn, maakte voor mij het grootste verschil. En uiteindelijk natuurlijk gewoon herhaling. Veel doen slijt je uiteindelijk ook steeds meer op elkaar in en wordt alles steeds verfijnder. En ik denk dat we daar ook uiteindelijk wel een stukje winst uit haalden. Ja, absoluut. Jullie wisten natuurlijk al vrij lang dat jullie het gingen doen. Het werd later bekend bij het publiek. Dan hebben jullie die eerste sessies Grand Prix achter de rug. Dan ga je evalueren. Denk je dan, holy shit, waar zijn we aan begonnen? Of sta je dan weer te trappelen om het vliegtuig te pakken naar de volgende Grand Prix? Ik denk dat het een combinatie van beide inderdaad. Aan de ene kant komt er heel veel over je heen. Dan denk je, jeumig, wat een heftig verhaal. Maar aan de andere kant, het is wel fantastisch om dit te mogen doen. En dus gewoon weer op pad te gaan. Ja, en je zit ook in een cocon, hè, op het circuit. Juist als je thuis bent, zou je misschien daar meer last van hebben van de heisa die er aan het begin was. Maar toen het seizoen eindelijk begon, want zo voelde het. Wij wisten, nou, ik was begin september gevraagd, dus die route richting de eerste wedstrijd was zo lang dat ik echt zo blij was dat we eindelijk begonnen. En dan kom je in die mallenmolen en voor je het weet is november. Het mooie is ook, ik sprak jullie dan bij de bekendmaking van Viaplay en toen vroeg ik jullie naar wat jullie denken dat het hoogtepunt gaat worden van het jaar. Weet jullie nog wat jullie daar toen op mij geantwoord hebben? Volgens mij was bij mij Japan, als mijn persoon, dat ik het meeste uitkeek naar Japan. Ik denk dat ik Zandvoort geroepen heb, maar ik weet niet zeker. En jij, het tweede was het allebei bij jullie Zandvoort. Jij is inderdaad Japan en jij had het over Miami, dat voor jou een absoluut hoogtepunt was. Nu terugkijkend, zijn dat ook de hoogtepunten geweest van het jaar of waren er toch misschien een paar andere tussendoor geslopen? Voor mij absoluut sowieso Zandvoort. Die staat echt als nummer 1 bovenaan. Miami vond ik heel gaaf. Verrassend maar, leuk. Was ja, echt was verrassend echt leuk. Ja. Maar jij roept ook continu Singapore. Ja. En daar ben ik ook wel een beetje in. Singapore is ook wel heel erg leuk. Singapore was een ongelofelijke Grand Prix. En een heel lekker tijdschema waar je eindelijk een keer de kans had om ook wat van die stad te zien. Hele leuke stad. Dus ik vond Singapore echt een topper. Je hebt het over Singapore, Japan, naar Zandvoort om de hoek. Jullie reizen ontzettend veel. Jullie gaan van hotel naar hotel. Leven jullie dan ook echt uit een koffer? Of neem je wel een beetje de moeite om het toch een soort van even cozy en huiselijk te maken? Nou, we zijn wat geëvolueerd. We zijn aan het begin van het jaar met een grote koffer begonnen. En reizen, anno nu, zeker hoe het op Schiphol is geweest en op heel veel andere vliegvelden, is helemaal niet zo makkelijk. Dus de laatste paar Grand Prix hebben we een soort 40 liter rugzak ieder gehad. En dat was dan ook genoeg. Dus je leert er wel van. Maar alles netjes ophangen, dat doe jij niet, toch? Nee, ik niet. Gewoon slim inpakken. Hopen dat er veel Grand Prix zijn in de zomer met lekker warm weer. Scheelt toch weer ruimte dan in de koffer en nou, in de tas. We hebben zoveel warme wedstrijden gehad. Heel veel hete Grand Prix en heel veel natte Grand Prix. Een heel raar seizoen wat dat betreft. Is er voor jullie ook veel tijd om te genieten? Want ik hoorde net inderdaad dat jullie heel even Singapore konden ontdekken. Nou, met een Zandvoort, daar kun je volgens mij letterlijk op de fiets naartoe. Maar hoe zit het voor de rest met de Grand Prix? Is het echt gewoon leven in de cocon? Of heb je ook een klein beetje tijd om
cultuur te snuiven. Je dag ziet er als volgt uit. Je vliegt woensdag vlieg je daar naartoe. Donderdag zit je al op het circuit. En dat zit je eigenlijk tot en met zondag. En dan maandagmorgen vlieg je vaak weer weg. Dus vooral wat je ziet is vliegvelden, hotels, huurauto's en circuit, zeg maar. En huurauto's kosten gewoon de meeste tijd. Wat je ook doet, je staat altijd 2 uur te wachten op een huurauto. Ja, vrijdag, nou, dan hebben jullie meestal de eerste vrije training. Hebben jullie vrij van de commentaarpositie. Meestal al het kalf neemt over. Wat zijn jullie dan aan het doen? Nou ja, heb je sowieso nog een soort van show-and-tell presentatie. Dus de F1 car presentation noemen ze volgens mij op het commentaaroverzichtje. Hoor. En daar sta ik meestal langs de auto en vertel ik over de technische dingen die ze vanuit Hilversum graag willen hebben. Daarnaast de eerste vrije training sta ik tegenwoordig vaak langs de baan om een bocht uit te lichten. En dan tweede vrije training, dat is het moment dat wij dan samen echt commentaar doen. Ja, die eerste vrije training is voor mij een moment om te kijken, oké, waar staan die cameraposities? Ben ik eigenlijk bezig om onze commentaarpositie in te richten? Want dat is altijd een zooitje als je daar aankomt. Het is elk weekend anders en probeer maar eens een airconditioning aan de praat te krijgen zoals je wil, dat lukt ook niet. En op die vrijdag voor mij meestal nog wel een langer interview. Ja, en dan inderdaad, we zien elkaar weer bij de tweede vrije training. Hebben jullie nog vaste rituelen, klinkt het overdreven, of dingetjes die jullie doen voordat jullie aan de sessie beginnen? Wensen jullie elkaar succes? Hebben jullie een handdruk? Doen jullie een zakdoekje leggen? Of is het gewoon go with the flow? Ja, hij moet altijd eerst naar de wc. Ja, dat is wel waar. Ik moet altijd eerst even naar de wc. Ja. Een heel klein blaasje, dus ik blijf gaan. Uiteindelijk moet het ook werk worden. Hè? Moet je daar ook echt comfortabel in worden. Ik denk, ja, misschien het aanraken van de vinger. Wij hebben een heel stom ritueel, maar dat is bij alles hoor. Dat we gewoon alleen zo even zo doen. En dat komt omdat vroeger we hele harde high fives gaven tot bijna een soort carpaal tunnel syndroom aan toe. En dit is de andere kant van het spectrum. Dus ja, misschien is dat het enige. En ik doe hem altijd evenzeer. Gewoon omdat het goed is om hem even scherp te houden. Ja. En als je dan wat je zegt een keer een foutje maakt of iets gaat zo niet zoals je het gedacht hebt, is het dan moeilijk om erin te blijven hangen? Of gaat het wel gewoon heel snel die knop om en gewoon door? Ik heb dit jaar denk ik 1 echte fout gemaakt was in Monaco. Dat ik misrekende met hoeveel ronden er nog waren. Daar had ik wel wat last van. Maar voor de rest, weet je, de mallenmolen gaat door. Volgende week is er weer een nieuwe Grand Prix. En je moet gewoon dat ook weer naast je neerleggen. En dat hoort er uiteindelijk ook bij. Net zoals dat een coureur er ook niet in kan blijven hangen als hij eraf ging. Hoe deed jij dat vroeger? Was je lang als je eraf ging? Ja, dat ligt aan. Als ik een sessie ertussen had, kon ik wel even van balen. Maar inderdaad, zodra je uiteindelijk de auto ingaat, ja, dan moet je gewoon zitten en gaan. En dat is uiteindelijk met commentaar wel redelijk hetzelfde. Als je een foutje maakt, ja, shit. Maar je moet door. Ja. De meest lastige was misschien Japan. Aan de andere kant, als je dan gaat terugluisteren, we werden ontzettend gered door Red Bull, die dezelfde conclusie trok. En iedereen de op hele televisie. Ja. Maar dat was een heel onbevredigend gevoel. Daar had ik echt zo'n idee van, ja, kom op nou, heb het een keer voor elkaar met z'n allen. Maar dat was een heel naar gevoel. Maar uiteindelijk, als je dan een half uur later terug gaat praten met andere collega's die allemaal dezelfde conclusie trekken, dan denk ik, ja, nou ja, dan hebben ze het zelf niet voor elkaar qua communicatie. Is er 1 anekdote die jullie van het eerste jaar bij zal blijven? Die jullie misschien meegemaakt hebben met de paddock, misschien met collega's, coureurs, mensen die jullie gesproken hebben? Oh, nou, een waslijst. Ja, dat is wel een waslijst. Maar ook met onze technische ploeg. Dat is eigenlijk een extern bedrijf, dat is Broadcast Rental. En die zijn gewoon eigenlijk ingeschoven alsof ze van Viaplay zijn. En ik kan me herinneren, ik denk dat het in Barcelona was, weet niet zeker meer, dat een Noorse collega die voor het eerst op het circuit kwam, was voor een interview met Hogger in Formule 2. En die staat op sandalen. Nou, dat kan niet op de grid. En 10 seconden later staat die technische jongen van Broadcast Rental op damessandalen, zodat zij op zijn schoenen toch de grid kon doen. Ik denk dat dat wel een beetje omkapselt hoe onze ploeg is geweest dit jaar. Nou, jij. Ja, ik heb echt een geheugen van een 7, dus ik moest het echt te graven. Ja, dan doe ik het wel. Langs de muur staan in Monaco. Ja, die was wel spannend, maar ik denk misschien Canada was spannender. Dan stonden we bij de Wall of Champions op de exit. En daar kwamen ze echt gewoon hier onder je langs. En ik stond daar op een gegeven moment, ik deed er ook verslag van wat ik zag. En ik had wel zoiets, ja, als er nu eentje afklettert, dan ga ik gewoon echt de carbon ongeveer proeven. Dus dat zijn wel van die bijzondere dingen om mee te maken. Tot slot, het is natuurlijk nu off-season. We kunnen aftellen naar het Formule 1 seizoen 2023. Jullie kunnen misschien even genieten van het huis dat jullie nog hebben thuis. Is er, kriebelt het wel al een beetje het nieuwe Formule 1 seizoen? Of is de rust wel heel even fijn? Ook al is het maar een maandje of 2. Ja, bij mij kriebelt het al. Ik verveel me alweer thuis. Dus wat mij betreft kan ik weer onderweg. Exact hetzelfde. Het is toch een periode met veel nieuws. En je bent ook al wel weer bezig met volgend jaar. En dat is de grote winst. Hè? Onze redactie bestond pas vanaf 1 februari dit jaar. En nu draait hij alweer op volle toeren voor volgend jaar. Maar de rust is lekker, want
we zijn wel veel weg geweest en het zijn veel reizen geweest. Dus thuis zijn is lekker, maar vooruitkijken doen we al wel. Jij hebt het over rust, Nels. Maar ik heb gewoon twee kinderen thuis. Dus bij mij is het rustiger op het circuit dan dat ik thuis zit, hoor. Dus, bij mij wordt het thuis verbouwd, hè. Oh. Ja. Jullie kunnen dus allebei niet wachten tot de kalender eigenlijk uitgebreid gaat worden naar 30 races per seizoen. Nee, ja. Maar dan wel veel op Zandvoort erbij. Het is een lang seizoen. Maar als je het met heel veel vrienden kan doen en met je beste vriend, dan vliegt het ook voorbij. Absoluut waar. We kijken uit naar het 4-play seizoen van 2023. Dankjewel, jongens.